Leuk dat jullie kijken naar de zondagvideo. Deze week doen we even een update video, want er zijn best wel veel dingen veranderd. Nou, niet echt heel erg veranderd. Waaronder het hele design van Hart voor Paarden. Als je hierboven in YouTube kijkt, dan zie je dat we een heel nieuwe banner hebben. We hebben niet een ander logo, want het logo is nog prima. Maar we hebben een fantastische banner gekregen. En die is gemaakt door Cher, dus dankjewel Cher. En alle foto's die jullie steeds voorbij zien komen, die zijn gemaakt door Erna. Dus dankjewel Erna. We zijn heel blij dat die toegevoegd zijn aan het Hart voor Paarden team. Om te helpen met het design, omdat het toch wel steeds best moeilijk is. En we hebben een nieuwe webshop. En in die webshop kun je vinden... deze beanies. In het blauw en in het roze. Hoe zitten ze, dames? Lekker. Lekker. Ja? Hebben jullie warme oortjes? Ja. Ja. Daar zijn ze voor. Dat moet ook. Ja. Oh, sorry. Er wordt veelvuldig gevraagd of Tess nog op corona rijdt. Het antwoord is ja. Daarna wordt ze naverzorgd op heel eigen wijze. Ja. Oh, wat een lekkere paardje. Een update over Veroontje achter mij. Veroon gaat heel erg goed. Ze springt inmiddels weer, zoals jullie in de video's van Kim hebben kunnen bekijken. En ook een klein stukje in de weekvlog. Ze is niet helemaal de oude na de operatie. Ze ademt nog een beetje zwaar. Dat zijn we nu aan het uitzoeken wat dat dan nou weer zou kunnen zijn. En misschien is het ook gewoon niks. Misschien is het gewoon omdat ze geopereerd is. En inmiddels 15. In april wordt ze 16 jaar. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Of iets wat gewoon niet te achterhalen is. We zijn in ieder geval even aan het kijken of we erachter kunnen komen. Maar ze lijkt er niet heel veel last van te hebben. Ze doet gewoon haar eigen ding en schijnt het goed naar haar zin te hebben. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dit is Bella, jullie hebben haar vast nog nooit gezien. Bel is 5 jaar oud. Is een Mary en de liefste pony van de wereld. Maar je moet even vertellen hoe het nu met haar gaat. Want je hebt er nu een paar maanden. En hoe gaat het met Bel? Met Bel gaat het heel goed, hè? Ja. Wat vind je het leuk? Wat is het beste gegaan de afgelopen weken? Vertrouwen. En wat vind je het grappigst aan Bel? Dit. Ja, doe mijn jas maar open. Kun je nog meer vertellen hoe het de afgelopen weken gegaan is? Want je hebt er nu 16 september, augustus, september, oktober, zeg maar 2 maanden. In die 8 weken, nou... 2 maanden ongeveer. Dus, misschien wel 9 weken. Maar, kan je nog iets vertellen hoe de afgelopen 9 weken gegaan zijn? Nou, de eerste... Het is wel heel goed gegaan. Het ging steeds beter. Eerst begon ik met hobbelig en niet doorzitten. Niet goed kunnen galopperen. Maar oh ja, ik ga de BB doen en Fabienne gaat me daarmee helpen. Nou, dat weet Fabienne nog niet. Fabienne, die moet het nog aan de moeder vragen. Ja. Want waarom gaat Faye helpen als mag van de moeder? Omdat dat handig is. Nee, omdat ik in de B ga starten. Dus we gaan allebei weer wedstrijden rijden. En Va gaat, als het mag van de moeder, even Tess helpen. Omdat ik in de B ga starten en zij in de BB. Ja, dat is een beetje lastig, want dan kan ik er niet voor lezen. En niet kijken of er zadel goed zit en meer van die dingen. Maar we hebben Fabiennetje. En die kan dat heel prima. En, en niet te vergeten, het Paarden YouTubers Live Event komt er weer aan. En dat wordt in het voorjaar van 2018. Daar gaan jullie nog heel veel meer over horen, maar als het goed is zijn we daar in ieder geval ook aanwezig met Vaatje, Tessa, ik kom natuurlijk, Kim komt en Henja. Christine is er natuurlijk ook, die doet merchandise, dus alles wat je en in de web... En Rick, die doet het filmwerk, dus alles wat je in de webshop kunt kopen en nog een paar dingen, die kun je dan in het kraampje kopen. En Rick komt om te filmen en... Gina gaat dit jaar mee, dus dat is ook wel heel gaaf. En Belletje ook. En Bel ook, dus dat gaan we jullie nog eventjes laten zien wie Gina is. Maar Bel, Henja en Verona gaan mee.
En het geheel wordt in ieder geval in Ermelo. Dus dan weten jullie alvast waar het is. En hoeveel dagen zijn het? Dat weet ik nog niet. Dat horen we allemaal nog door de organisatie. Dus hou de boel goed in de gaten. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel graag bij de volgende video. Dankjewel. Doei.